Wat is kunst? Een verkenning en inleiding voor het vak CKV. Kunst is in ons dagelijks leven overal om ons heen. Er zijn veel verschillende soorten kunst. Het helpt als je al die verschillende kunstsoorten in groepen onderverdeelt. Jeetje, is dat allemaal kunst? Ja, precies. Dat is allemaal kunst. De bekendste soort is beeldende kunst. Bij beeldende kunst wordt meestal een stukje van de werkelijkheid afgebeeld. Bijvoorbeeld een persoon, een groep mensen of een landschap. De afbeelding kan plat zijn, bijvoorbeeld een schilderij of een tekening, of een ruimtelijke werking hebben, bijvoorbeeld een standbeeld. Een andere groep is toegepaste kunst. Als aan gebruiksvoorwerpen speciale aandacht is besteed, wat betreft vorm, kleur en materiaal, en er bij deze gebruiksvoorwerpen rekening is gehouden met de functie die ze hebben, spreken we van toegepaste kunst. Op welke afbeelding is sprake van toegepaste kunst? De volgende groep is bouwkunst. Als vorm en materiaal van een gebouw goed passen bij de functie van dat gebouw, spreken we van bouwkunst. Een ander woord voor bouwkunst is architectuur. Andere soort kunst is fotografie. Niet alle foto's die gemaakt worden, bijvoorbeeld vakantiefoto's of foto's die je op een verjaardag maakt, zijn kunst. Maar als de fotograaf van een deel van de wereld op een speciale, persoonlijke manier foto's maakt die gevoelens oproepen, dan spreken we van kunst. Weer een andere soort kunst is theater. Allerlei soorten optredens vallen hieronder. Zoals cabaret, bijvoorbeeld Theo Maassen en Peter Pannenkoek. Toneelstukken, musical, opera en mime. Dat is toneel zonder woorden. Bij theater spelen naast acteurs of actrices decor, kleding en belichting een grote rol. Weer een andere soort kunst is film en televisie. Ook als films en televisieprogramma's op een speciale manier gemaakt worden, spreken we van kunst. Middelen die een film of televisieprogramma tot iets speciaals, tot kunst maken, zijn onder meer het cameragebruik. Een totaalbeeld kun je krijgen, of medium, of het bekende close-up. Een kunst die een heel grote rol speelt in ons dagelijks leven is muziek. Muziek zorgt dagelijks voor ontspanning. Muziek kan jouw gevoelens weergeven. Je kunt hiervoor muziek actief en passief gebruiken. Actief is als je zelf muziek maakt en passief als je zelf muziek beluistert. Een andere vorm van kunst waarbij muziek een zeer belangrijke rol speelt is dans. Van dans bestaan, net als muziek, veel soorten. Wat ook bij het vak CKV hoort is cultureel erfgoed.
Dingen uit het verleden die belangrijk zijn voor de cultuur van een land noemen we cultureel erfgoed. Voorbeelden zijn monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven, beschermde stadsgezichten en bouwwerken. Samengevat: beeldende kunst, muziek, theater, fotografie, toegepaste kunst, bouwkunst, cultureel erfgoed. Ze behoren allemaal tot kunst. Amazing, dat is allemaal kunst. Daar wil ik meer van weten.